Hi, leuk dat je weer kijkt. Ik heb weer een hele doos met opgemaakte spullen. Dus laten we er snel doorheen gaan. Ik begin met een aantal geurkaarsen. Als eerste deze hele grote pot, die is van de IKEA. En ja, die was super lekker. Hij brandde niet helemaal goed op, maar ik heb de laatste stukjes er uitgehaald en vervolgens in de waxbrander gedaan. En dat ging helemaal prima. Dan twee geurkaarsen van de Primark. Die vond ik niet zo, ja, eigenlijk niet bijzonder. Deze was de witte thee en pioenroos, wel een mooi glas. Ruikt ook wel oké, maar in de ruimte ruik je hem niet zo heel erg. Hij brandt niet helemaal netjes op, maar ja, prima kaarsje, maar niet echt voor herhaling vatbaar. En deze andere is de Orange Sunshine Soda. Zit in een glazen pot. Ook die ruikt in het glas wel oké, maar eigenlijk met branden ruik je hem nauwelijks. En dat vind ik vaak een beetje jammer van geurkaarsen. Wel vaak als je het laatste stukje eruit had en je doet het in een waxbrander, dan ruik je ze ineens een stuk beter. Dus ja, jammer. Dan de verzorgingsproducten. Behoorlijke doos vol. Ik begin even met alle shampoo en douche gels. Een conditioner van de Head & Shoulders. Die vind ik echt heel fijn. Deze gebruik ik regelmatig en is een van mijn favoriete conditioners. Dan nog een conditioner. Er stond nog een klein beetje van de Goji Berry en granaatappel van de Balea. Dus die heb ik ook opgemaakt. De shampoo is al eerder opgegaan. Heel fijn deze. Dan nog een sensitive shampoo. Deze had ik nog niet eerder gebruikt. Ook van de Balea. Helemaal top. Heel budget product en ja, super fijn. Deed gewoon wat je moet doen. Een reinigingproduct, de Purity Made Simple van Philosophy. Deze gebruik ik eigenlijk al jaren. Het is denk ik mijn derde of mijn vierde fles al. En prima reiniger. Kan je ook goed je ogen mee schoonmaken. Dus heel fijn. En ook alweer een nieuwe van gekocht. Dan twee micellair waters. Deze van de Garnier. Ditmaal met een groene dop. Die vind ik iets minder fijn als de oranje, de roze versie. Dus, maar goed, ze hadden de andere niet meer. Dus weet je het voor de volgende keer. En deze van Diadamina, die was eigenlijk ook prima. Die had ik toegestuurd gekregen om te proberen. Die heb ik ook gereviewd. Is heel goed. Maar toch nog wel een stukje duurder als deze. En ja, ze doen eigenlijk niet voor elkaar onder. Dus wat dat betreft ja, zou ik toch voor de iets goedkopere versie van de Garnier gaan. Er is een tandpasta opgegaan, de Max White van Colgate. Mijn dochter heeft opgemaakt een haarlak van de Balea, de Color & Care. Ik neem ook altijd bij de DM een aantal haarlakken mee. Die kosten maar 85 cent in zo'n grote bus. En ja, ik gebruik het zelf niet, maar zij wel. En dit is een hele fijne. Dan heeft zij ook opgemaakt van Dr. Pierre Ricot, een beauty fluid. En deze vond ze heel fijn. Ze zei dat hij een beetje naar Zwitser rook en voor haar huidje helemaal prima. Zelf heb ik ook nog een product van Dr. Pierre Ricot opgemaakt. Dat is de nachtcreme, de Renaissance de Nuit. En die vond ik heel erg lekker. Ik vind sowieso eigenlijk alle producten van Dr. Pierre Ricot heel lekker. Het merk heeft me aangenaam verrast. Ik heb inmiddels ook zelf al een bestelling geplaatst. Want sommige producten vind ik echt super lekker. En die wil ik gewoon blijven gebruiken. Ik denk dat hier nog een review van komt. Deodorant is opgegaan. Hier komt ook nog een review van. De Suave. Deze heb ik laatste keer besteld toen ik een nieuwe Secret deodorant bestelde. Deze is nog ietsje sterker. Ik vind hem wel oké, maar ik vind eigenlijk de Secret, die blijft mijn favoriet. Dus die ga ik zeker opnieuw bestellen. Deze was ook heel erg goed, maar ik vind de geur ietsje te sterk van deze. Dus ik heb liever die van de Secret. Dan een half tubetje. De andere helft is al weggegooid. Dit is een Blue Blood Gel van Neoderma. En daar gebruiken we ook regelmatig tubes van. En een super fijne crème. Ik zet de linkjes van de reviews onder het filmpje. Een haarsolie is erop gegaan, ook van de Balea. Hele fijn, heel klein beetje van nodig. Dus die doet ellenlang met zo'n flesje. We hebben namelijk ook deze opgemaakt. En deze is alles behalve budget. Dit is de van BioSilk. Ik heb deze een keer op de Zwarte Markt in Beverwijk gekocht.
Volgens mij voor 15 euro, dat is heel goedkoop. Want volgens mij kost deze in de winkel meer dan 30 euro. Deze is super fijn. Ruikt heel erg lekker. Je haar wordt er niet vet van. Je moet er natuurlijk echt maar een heel klein beetje van gebruiken. Maar super fijn haar serum. Dan twee kleine productjes van de Rituals. Die zaten in zo'n cadeauverpakking. Een douchefoam. En dit was bleek een shampoo te zijn. Ik stond mezelf er al anderhalve weken driftig mee in te sepen. Totdat mijn dochter zei van, ik heb nieuwe douchegel in de douche gezet. Ik zeg, waarom? Er staat nog een tubetje Rituals. Zij zei, nee, er staat alleen shampoo. Ik wist niet dat de Rituals shampoo had. Dus ik had me hier heerlijk mee ingeseept. Werkt ook prima. Ruikt ook lekker. Een parfum opgegaan. Hier stond ook nog een klein beetje van. Dus ik was zo goed bezig de vorige keer. Dus ik dacht, ik maak deze ook even op. Dit is de Sheer Beauty van Calvin Klein. En ja, lekker luchtje. Maar ik heb nu andere favorieten. Dus ik ben blij dat deze op is. Netjes opgemaakt. En tijd voor nieuwe parfummetjes. Een mascara die ik wegdoe. Deze is van So Susan. Die zat in de Style Tone Box. Wel oké, maar niet heel bijzonder. En als laatste een lippenbalsem, ook van de Balea. Dit is een, ik weet niet of het te zien is, een swirl. Dus die had een, aan de ene kant zeg maar vaseline en aan de andere kant een beetje lipgloss. Super fijn. Ik heb hem nu in het rood meegenomen. Dit was de persik variant. Je ruikt hem wel behoorlijk sterk, maar eigenlijk als je hem opdoet dan ruik je het niet meer. En volgens mij heb ik nu de aardbeien variant meegenomen. Ik hoop dat hij niet te zoet is, want ik hou niet van hele lichte, zoete luchtjes. Maar dat was het alweer. Dus toch wel weer een behoorlijke voorraad opgegaan. Ik zet alle linkjes van de reviews onder het filmpje. En dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!